Dit is wat Oshenko maakte op de werf in Alblasserdam. Voor wie het kan betalen, jachten vanaf 100 meter. Met discretie hoog in het vaandel bij de directie. Nou, de jachten, om dat te beantwoorden, het zijn geen seriejachten, dus het zijn maatwerkjachten. Dat betekent dat elk jacht specifiek is naar de wens van de eigenaar. En dan kunnen we denken aan hele persoonlijke dingen. Sommige eigenaren die zijn gezinseigenaren, dus het jacht is gebouwd rondom het gezin. Andere jachteigenaren zijn heel erg sportief, dus daar komen heel veel bijbootjes bij, heel veel tenders, heel veel jetskis. En in dit gloednieuw droogdok worden die super deluxe schuitjes uiteindelijk gemaakt. Alblasserdam kijkt de ogen uit tijdens de open dag. Nou, wij zijn hier dus de buren. En de buren die komen het prachtige gebouw bewonderen. Nou, die mensen mogen wel een compliment hebben, vind ik, voor wat er hier staat. Maar wie denkt hier zich te kunnen vergapen aan alle wilde van de upper class, heeft het mis. Toen wij met de klas hierheen gingen, toen mochten we ook geen foto's maken, omdat er ook dingen zijn die ze voor zichzelf willen houden. Er zit daar wel eens wat, laten we zeggen, dubieus geld tussen? Dat is een terechte vraag. Zo hebben wij ook onze ethieken. Wat wij natuurlijk naar kijken is dat alles binnen onze ethiek en corporate governance gebeurt.